Een ambitieus plan van GroenLinks voor een nieuwe woonwijk. Hier, bovenop de John F. Kennedy-laan. Het idee is onderdeel van een plan dat de partij landelijk lanceert voor 1 miljoen nieuwe huizen erbij. Huisvesting is voor GroenLinks een belangrijk thema in de verkiezingscampagne. Nederland heeft echt een wooncrisis. Het is bijna ondoenlijk om aan betaalbare woningen te komen. Ook in Eindhoven. En nu is het zo dat als je hier de Kennedylaan ziet, dat die mogelijk ondertunneld gaat worden. En als dat gebeurt, dan biedt dat eigenlijk mogelijkheden om hier een hele mooie, groene, betaalbare, levendige wijk te maken. Zo moet het er ongeveer uit gaan zien, met verschillende soorten huizen voor verschillende doelgroepen. In totaal 750 tot 1000 woningen. Die ondertunneling is dus al vaker voorgesteld. Toch vindt GroenLinks dat het wel meer is dan het oppoetsen van het oude plan. Waardoor je eigenlijk nog extra toevoegt dat we niet alleen iets qua mobiliteit oplossen, maar we ook iets doen aan de woningbouwcrisis in Eindhoven. En aan de hoeveelheid groen, de verbinding daarvan, aan hoog openbaar vervoer, aan de levendigheid van de stad. GroenLinks denkt dat het ook financieel en politiek een haalbaar plan is. En dat het niet afhankelijk is van regeringsdeelname door de partij.